Nou goed, dit is natuurlijk wel eens vaker een dingetje. We hebben hier, dat hebben we wel eens vaker uitgelegd, we hebben hier een taalcommissie, hè, die eigenlijk voor de hele NOS een soort van regels vaststelt van wat doen we nou in onze berichtgeving. En daar is echt afgesproken dat we dus wit gebruiken in berichten, omdat blank in tegenstelling tot zwart een positieve connotatie heeft. Er zijn mensen, dat weet ik ook hoor, die vinden dat te politiek correct. Maar goed, dit is nou eenmaal een afspraak binnen de NOS. En dat doen we zeker ook bij nieuws waarin het gaat over de tegenstelling dus tussen zwart en wit. Dan gebruiken we dus wit. Dat is de voorkeur en daar heb ik mij vanochtend aan gehouden.